Welkom bij de zelfverdediging door Jo Bolten. Slaan als een bokser. Het boksen kent drie basisstoten. Deze drie basisstoten ga ik nu achter elkaar uitleggen. De eerste slag is de directe stoot. Hiermee wordt de arm gestrekt en er wordt extra kracht geleverd met behulp van de benen. De tweede slag is de hoek. Deze wordt versterkt door een draai vanuit de heupen. De derde stoot is de opstoot. Deze wordt kracht bijgezet door eerst door de benen te zakken en dan weer omhoog te komen met de benen en dan tevens uit te ademen. Met deze slagen zijn allerhande combinaties mogelijk binnen het boksen. Enkele combinaties die bij hard slaan zelfs dodelijk kunnen zijn, laat ik nu zien. De eerste combinatie bestaat uit vier slagen. Dat zijn een linkse directe op de kin, een rechtse directe op het borstbeen, een linkse hoek op de lever, linkse hoek op de kin. De tweede combinatie bestaat ook uit vier slagen. Deze slagen zijn een linkse directe op de kin, een rechtse opstoot onder de kin, een rechtse hoek naar de kin en een linkse opstoot naar de solar plexus. Dit was de les over het slaan als een bokser. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.